ik ben Mina. Wij zijn vakantiegroep Groei. We zijn een groep gevestigd in Vlamertingen, met allemaal kindjes die hier ook naar de school gaan. Ja, superleuke groep, superleuke kinderen, superleuke mama's, alle leeftijden. Ja, supergroep. Dus ja, was dat voor ons de beste optie. De uren vallen ook super mee. Het is een groep die gemakkelijk met elkaar afspreekt. En die, ja, eigenlijk is het een vriendschap die groeit gedurende het hele proces. Voordelen voor mij is, voor mij persoonlijk contact met de andere mama's. Dat is iets dat ik zelf niet aan gedacht had, maar die er wel is gekomen naarmate dat ik er langer in zat. Ook een keer mama's horen dat het ook allemaal niet zo evident is thuis en dat niet allemaal zo dromerig verloopt allemaal. En ja, de echte mama's. Dus ja, dat sterkt elkaar wel, denk ik. Dus persoonlijk heb ik daar heel veel uit gehaald. En ook, ik dacht dat ik niet weggelegd was om voor een grote groep kinderen te zorgen, maar dat blijkt heel goed mee te vallen. Dus het heeft mijn eigen zelfzekerheid daar naartoe ook wel wat opgekrikt. Dus ja. Ha, voor mijn zoon is het, ja, het is... de droomopvang. Als het vakantie is, hij telt de dagen af tot het vakantie is om te kunnen komen naar de mama'sopvang, maar zo noemen wij dat hier. En ja, 's avonds komt hij zo voldaan, zo gelukkig terug naar huis. Hij speelt hier met zijn vriendjes, hij kent het, hij kent de school. Dus ja, dat is voor hem een unieke belevenis. En dat is, ja, 's morgens staat hij in mijn bad, maar ik ga de opvang alsjeblieft. En ja, dat is ja, superleuk. Wat is jouw mooiste bijspeelmoment? Oh, er zijn er heel veel. Maar ik denk voor mij persoonlijk, als ik s'avonds mijn zoon in bed steek en als hij zegt: mama, ik ben zo blij dat ik naar de opvang mag komen. Ja, dat smelt je. En dan, of als je hem voldaan ziet liggen in de zetel. Ja, nog bijna half aan het eten, maar toch al in slaap, omdat hij zodanig veel gespeeld heeft. En ja, met een gelukzalige glimlach op zijn gezicht. Ja, je kunt hier komen afzetten en hij kijkt zelfs niet om, hij loopt gewoon naar binnen, hij is content. Dus ja, dat zegt heel veel. En dat zie ik bij de andere kinderen ook. Dus,